Welkom bij weer een nieuwe unboxing video. Mijn naam is Guido Makker. Ik ben audicien bij onlinehoortoestel.nl. Vandaag nemen we jullie mee in een unboxing video van de tv-connector van Phonak en ook Unitron. Mooie solide verpakking weer, zoals we van Phonak gewend zijn. Mooi klinisch wit. Het logootje erop. Voelt goed aan. Niet al te zwaar. Ook dit doosje ziet er goed uit. Je meteen de tv-connector zitten. De gebruiksaanwijzing zit er los bij. Ziet er goed verpakt. En de optische kabel zit er al meteen bij meegeleverd. Er zit hier in de doos nog een installatiegidsje. Dus buitenom de gebruiksaanwijzing nog een snelle installatiegids. En nog een los doosje met alle kabeltjes. Alles is compleet, alles wordt meegeleverd. De adapter, de USB-kabel, de optische kabel, de analoge kabel. En nog een stukje tape om hem goed te bevestigen aan de achterkant van de televisie. Nou, waar gebruiken we deze nou voor? TV-connector wordt gebruikt voor het direct streamen van tv-geluid naar de nieuwe generatie hoortoestellen van Phonak en Unitron. En wat noemen we nou de nieuwe generatie? Vanaf de Marvel en nieuwer. Dus uiteraard ook de Paradise. Het is een heel mooi klein compact apparaatje en ook heel functioneel. Aan de achterkant van de tv-connector hebben we drie mogelijkheden. Eigenlijk als we de LED mee rekenen vier. Dit is de audio-ingang. Hier tappen we dus het geluid van de tv af. En dit kan op verschillende manieren. Is onze tv wat ouder, dan gebruiken we de jackplug, 3,5 meter jackplug. Is die wat nieuwer, dan kunnen we met diezelfde ingang de optische kabel gebruiken. Dit geeft ook een beter geluidskwaliteit. Zijn power supply haalt hij via een USB-kabel, ook die wordt meegeleverd. Gewoon een kleine USB, die kunnen we op twee manieren aansluiten. 1. Rechtstreeks op de televisie. Het grote voordeel daarvan is dat de tv-connector automatisch aangezet wordt op het moment dat we de televisie aanzetten. Hebben we een wat verouderde televisie, zit er geen USB-ingang, dan kunnen we gewoon de adapter gebruiken en hem in stopcontact zetten. Het nadeel is dan dat u het apparaatje uit moet zetten als u stopt met tv kijken en aan moet zetten als u wilt tv kijken. Aan de bovenkant hebben we de bediening van het apparaatje. Dat gaat via touchknopjes. Houdt u de aan- en uitbutton 2 seconden ingedrukt, dan gaat die aan of uit. En dat zal die aangeven met een LED-indicatie op de achterkant. De plus en de min, die zorgen voor het volume. U kunt dit ook bedienen met de MyPhonak-app. Het mooie dan, is dat u niet op hoeft te staan van de bank om het volume te wijzigen. Hier voor me heb ik alle producten uitgestald, even los van de verpakkingen. En zoals jullie misschien wel weten is de tv-connector eigenlijk de opvolger van de oude Phonak Compilot 2 tv-bundel. Het mooie er alleen aan is dat bij de Compilot 2 moeten we nog een ouderwetse necklace dragen waar Bluetooth in zit. En de tv-connector die maakt rechtstreeks verbinding met de hoortoestellen. En dat doet hij via Bluetooth. Het mooie daarvan is dat we dus eigenlijk een schakel missen. Het is minder storingsgevoelig. En we hebben geen necklace meer die we om hoeven te hangen. Aan de achterkant van de tv-connector zit een klein koppeltoetsje. Mocht u nieuwe hoortoestellen hebben en deze opnieuw willen verbinden, drukt u die één keer in, dan gaat het LED-lampje snel blauw knipperen. Dat betekent dat hij in koppelmodus staat. Is het LED-lampje groen aan het branden, dan betekent het dat hij audiosignaal ontvangt en dat het goed is aangesloten. Brandt hij rood, dan ontvangt hij geen audiosignaal. Hij kan ook rood knipperen. Als dit het geval is, dan is de audio aansluiting niet goed aangesloten of hij krijgt een verkeerd signaal binnen. Overal is die tv-connector van Phonak dus een super handig apparaatje en hij heet dan wel tv-connector, maar hij is eigenlijk met elk audioapparaat te verbinden. Er zit gewoon een audio-ingang in, dus wilt u uw laptop, uw computer, uw radio erop aansluiten, eigenlijk elk systeem kan erop. Super handig dus. Bedankt dat ik u mee mocht nemen in de unboxing video van deze Phonak TV-connector.
Wilt u nou meer zien van onze video's? Kijk dan even op ons YouTube kanaal. En wilt u meer weten van deze TV connector of andere producten? Kijkt u dan even bij ons op de site. De links staan in de beschrijving. Wilt u nou geüpdate blijven? Zet dan de notificaties aan bij het belletje onder deze video. En vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren. Mijn naam is Guido Makker. Ik wens u een hele fijne dag.